Yes! Welkom allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze livestream. Ja, welkom! We gaan vandaag weer een keertje spelen op mijn free-to-play account in Brawl Stars. Is al een tijdje geleden, maar het mocht wel weer een keertje. Want de update is natuurlijk uit in Brawl Stars. Dat hebben jullie allemaal al lang gezien, want de meesten spelen natuurlijk een beetje Brawl Stars. Dus dan weten jullie dat wel. Maar wat veel mooier eigenlijk is, is dat ik op mijn free-to-play account een nieuwe mythische knokker ga vrijspelen. Dat gaat gegarandeerd gebeuren, maar we gaan ook heel ver komen voor een nieuwe legendarische knokker. Want hierna kunnen we namelijk Leon, Crow of Spike gaan vrijspelen. Dus dat is ziek nice. Dus één van die kunnen we dan ook gaan vrijspelen. En nu denk je, Joram, daar ga je toch nooit in de buurt van komen. Nou, bij vorig seizoen hebben we nog in totaal 22 keer deze, zeg maar, bonusbeloning die we kunnen claimen. Dat zijn in totaal 550 credits, als ik het even snel bereken. Dus dat is echt gigantisch veel wat we erbij kunnen krijgen. Daarnaast is de nieuwe PES release, waar we ook heel makkelijk, heel snel heel veel credits kunnen krijgen. Ook Chroma credits, dat gaat ook lukken. Ik denk dat we zomaar tot en met pad 16, 17 of zo kunnen komen. Dus dan hebben we alweer vet veel credits daardoor erbij. Daarnaast hebben we ook nog een uitdaging die we kunnen gaan doen. Namelijk de Gouden Week uitdaging. En hier krijgen we ook nog 100 bling. Dus dat is nice. Maar ook 100 credits. We krijgen 300 coins. En nog 50 chroma credits. Als we de uitdaging natuurlijk gaan halen. Dus dat gaat super nice worden. Dus hoe dan ook. We gaan veel dingen krijgen. Adam BS die zegt, ik heb de banana skin gewonnen. Dankjewel Joram. Gefeliciteerd! Ja, ik heb degene die de skin hebben gewonnen net een bericht gestuurd. De video met de skin daarin, die komt pas dit weekend online. Dus daar moeten jullie nog even geduld voor hebben. Maar in ieder geval, gefeliciteerd jongen. Als jij geen berichtje hebt gehad, dan weet je dat je niet hebt gewonnen. Maar blijf geabonneerd. Dan komt er vast wel weer een keer een giveaway aan. En misschien dat je dan met een beetje wel kan winnen. Zou mooi zijn. Joram, weet je wanneer de tweede update komt? Nee, dat weet ik niet. Trouwens, dat weet ik wel. Als de nieuwe Brawl Pass online komt. Dus seizoen 19, als die begint, dan is er ook weer een nieuwe update. Maar ik weet wel dat halverwege, dus dat is ongeveer over een maandje, komt er alweer de tweede knokker aan. Namelijk Hank, hoe je het wou uitspreken, die komt dan ook online in Brawl Stars. Dus daar kunnen we sowieso naar uitkijken. En dat is al voordat je het weet. Dat gaat echt super snel. Maar laten we maar beginnen. Ik zal eerst eventjes in de chat zegt een poll. En dan mogen jullie stemmen op welke mythische knokker ik moet gaan regelen. Want we kunnen namelijk kiezen voor Mortis, Jean of Max. Welke knokker moet ik gaan claimen van deze drie? Daar ben ik benieuwd naar. Welke jullie zeggen dat dan de beste is. Dus jullie mogen gewoon lekker gaan stemmen. En dan ga ik zo meteen kijken waar de meeste stemmen op zijn uitgebracht. En die gaan we dan vervolgens halen. En ja, voor alle nieuwe kijkers, doe natuurlijk ook dat duimpje omhoog. Help deze stream een beetje wat meer bij aanbevolen te komen. Dus wordt gewaardeerd. Maar laten we nu maar gaan beginnen. En dan ga ik gewoon de Gouden Week uitdaging doen. En dat ga ik dan doen met Buzz. Want ik heb ook een opdracht dat ik 24 vijanden moet verslaan met Buzz. Die speel in een team gaan we ook halen. Herstel 50 levens in premie. Misschien dat we dat ook kunnen gaan halen. Want we hebben hier zo meteen premie, wat we ook nog hebben. Dus ja, het zou mooi zijn als we dat allemaal kunnen halen. En vandaag hebben we richt 60.000 schade aan. En verzamel 15 krachtkubussen in solo showdown. Die moet ik dan eventjes zo meteen zelf doen. Maar ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon lekker met Buzz spelen. En dan beginnen we in de Gouden Week uitdaging. Dat wil ik doen met een aantal spelers, zeg maar gewoon kijkers. Dus jullie mogen joinen. Eén ding wat wel zo is, je moet nog niet hebben gespeeld en je moet bij overwinning 1 zijn. Als je bijvoorbeeld al 3 potjes hebt gespeeld, dan kunnen we al niet samen spelen. Dus je moet nog bij overwinning 1 zijn. Stel, je hebt een account op Brawl Stars waarin je nog deze uitdaging kan doen. Schakel dan even over op dat account en vervolgens kan je dan eventueel joinen. Ja, met een beetje mazzel. Dus ik wacht nog heel even met het versturen van de code. In de tussentijd krijg ik een donatie van Ulfie Amsterdam. Hele leuke video's. Ik als 30-jarige kijk er met heel veel plezier naar. Like en abonneer. Ah, dankjewel. Dat vind ik heel leuk om te horen. Ook dat ik wat oudere kijkers heb. Nou, wordt gewaardeerd. Wordt gewaardeerd. Ik vind het altijd leuk om te zien als mensen. Zeg maar even in de chat achterlaten. Dat ze de video's waarderen. Of gewoon altijd leuke comments. Vind ik altijd leuk. En vaak zijn er heel veel van onder video's. Maar het blijft altijd mooi om te zien. Maar ik denk dat ondertussen iedereen wel eens overgeschakeld naar zijn account waarop die eventueel nog kan spelen. Teamcode staat nu in beeld. Join alleen als jij kan spelen.
Anders heeft het geen nut. Nee, dus jullie moeten joinen als je kan spelen. Als je niet kan spelen, dan gaat het niet lukken. We zijn met Messi en Kaasbol. Ik ben benieuwd. Dit zijn twee ziek goede spelers. Oh joh, dat was echt een stemoverslag. Maar Messi, nou ja, jullie zien het. Deze guy heeft allemaal rang level 30's en rang level 35's. En Kaasbol kennen jullie misschien wel van de Bowser Army. Is gewoon ook een super ervaren speler. Ik ben heel benieuwd of ze het al hebben gespeeld of niet. Kaasbol solo mee. Ik heb al gespeeld, maar ik kom Messi flexen. Ja, Kaasbol heeft nu ook al Messi gefixt. Dus dat is wel echt bizar. Klein nadeel, Joran. Ik denk dat hij ook niet kan spelen. Ik denk dat hij al heeft gespeeld. We zijn met Ajax Barcelona. Ik heb hem al gespeeld, dus ik raak geen gras aan. Oké. Nou, geen idee waarom die dan geen gras aanraakt. Oké, maar hoeveel staat Messi eigenlijk van Nederland? Daar ben ik benieuwd naar. Hij had 64.000 trofeeën. Nou, ik weet niet de trofee die hij nu heeft. Of het zou kunnen dat het een Belg is. Dat zou ook goed kunnen. Nou, maakt niet uit. Kunnen jullie spelen? We zijn met Kaan en we zijn met Ajax Barça. Ik zou even kunnen jullie spelen. Want we willen natuurlijk er wel even voor zorgen dat we dit kunnen doen samen met de kijkers. Maar ja, dan moeten we wel kijkers hebben. Ik heb hem al gedaan. Maar ik heb hem ook al gedaan. Ik zei net nog, join alleen als je de uitdaging nog niet hebt gedaan. Hij stond vierde. Oh, heb ik niet goed gekeken. Oh ja, hij stond vierde. Dus dit is Messi die net was gejoined. Dat is wel lijp. Maar Kaan en Ajax Barça, dank jullie wel voor joinen. Maar ik moet jullie er wel uitzetten. En dan hoop ik dat we nu met spelers komen die wel kunnen spelen. We zijn met Jesseboy en Justin NL. Oh. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga op klaar drukken. We kunnen nu niet chatten, dus dat is een beetje jammer. Justin NL, die komt ook op klaar drukken. Volgens mij... Oh! Kan je alleen op klaar drukken als je kan spelen. Ja, we hebben een team gevonden. Let's go. Ik wil spelen. Dat zou het beste verjaardagscadeau ooit zijn. Ja, ik kan helaas niet zeg maar iemand voorrang geven in dat opzicht. Maar als je vandaag jarig bent, yo Bral, wil ik je wel van harte feliciteren vanuit hier. Ik hoop dat je dan alsnog een beetje blij bent. ik moet gewoon lekker damage doen. Oh nee, ik moet kills maken. En we moeten natuurlijk gewoon even deze uitdaging halen. Het is alleen wel zo dat het niet uitmaakt of we hier goed spelen of niet. Oké, we kunnen even die bus of nee, die amps killen. Want, hier even uitkijken. Kunnen we die nu hebben? Nou, ik blijf hier even achter. Want je hebt onbeperkt aantal levens. Dus of je nou doodgaat of niet, het maakt allemaal niet uit. Maar ik heb al een paar kills gemaakt, dus dat is mooi. Dan gaan we hier nog even een kill maken. Was het idee? Ja, dat is ook het idee. Is ook gelukt, dus dat is mooi. Gaan we die M's ook even killen. Ja, dat is weer een kill erbij. Dus we gaan als een raket qua kills. En hier gaan we nog een keer een kill maken. Denk ik. Ja hoor. Oké. Nu moet ik hier even wegwezen. Oké. Nou, daar ging ik dood. Maar ik had eigenlijk wel echt 4-5 kills gemaakt of zo. Dus dat is wel erg lekker. Oei, mijn teammate met alle edelstenen is nu dood. Dus daar moeten we even voor uitkijken. Nou, ik hoef er niet voor uit te kijken. Ik moet gewoon even zorgen dat ik het ga fixen. Oeh, dat scheelde niet veel. Maar ik heb het gefixt. Dus dat betekent dat wij nu weer de edelstenen hebben. Ik kan even kijken of we misschien die 8-bit kunnen hebben of die M's. Of misschien allebei zo meteen. Ik denk dat die Rosa via deze hoek gaat komen hier zo. Ja, die komt hier inderdaad. Ja, gelukkig hebben we nog genoeg edelstenen. Dus Jesseboy kan eventueel doodgaan. Maar gebeurt niet. En dat betekent dat we de eerste overwinning binnen hebben. Dus dat ging weer vrij netjes. Ik heb 40.000 schade gedaan. Ik heb 6 kills gemaakt. Oké, ver weg de meeste schade gedaan van iedereen in deze game. Maar dit gaat wel lekker. Kijk, Rich Dest 60.000 schade aan. Die hebben we al bijna vertooid. Sla 24 vijanden gaat ook lekker. Speel 5 gevechten in het team. We voltooien op deze manier zoveel opdrachten. Dat is echt niet normaal. Nou, we gaan meteen door naar de volgende game. Want we gaan met Justin en Jesseboy blijven spelen. Als je nu trouwens denkt, Joran, blijf je dan de hele tijd met hun spelen? Alleen de uitdaging. Na deze uitdaging ga ik weer met anderen van jullie spelen. Nee, Justin en NL, alsjeblieft. Nee, je moet nu niet gaan. Want als je... ja, dat is dan niet anders. Maar dan is het een probleem. No! Ja, dit is balen. Want Saif, die nu is gejoined,
Die kan niet op ready drukken, want die heeft waarschijnlijk de eerste game niet gedaan. Ai. Ja, dit is dus balen. Hij kan wel op klaar drukken. Of kan het wel? Dan moet Jesse Boy ook op ready drukken. Kunnen we dan beginnen? Pam is prima, jongen. Oké. Of dan heeft hij toevallig ook één potje al gewonnen. Dat zou kunnen. Want dat zou wel mooi zijn. Dan kunnen we toch nog met 3 doorspelen. Ga je andere dingen doen dan die uitdaging? Gaan we nog wel doen, maar eerst wil ik even de uitdaging halen. Gewoon puur omdat we dan allemaal gratis rewards krijgen. En dat is altijd nice. Waar staat de code? Ja, op dit moment heb ik dus geen code. Trouwens, in de tussentijd zijn er al 335 stemmen uitgebracht op welke knokker ik moet claimen. Waarvan meer dan 50% voor Mortis, Gene heeft 9% en Max heeft 39%. Dus ja, de meeste zijn wel voor Mortis. Dus de kans is groot dat we zo meteen Mortis gaan halen. We kunnen hier even kill maken, ja. En dan gaan we nu even hier een kill maken. Wes is pro. Ik denk dat dat de kijker is van de stream. Want hij zat wel heel erg te spinnen. Ja, dat zou goed kunnen. Weet ik niet. Ja, dat moet haast wel. Waar is die andere guy trouwens? Dan moet hij nog een tegenstander zijn, toch? We hebben een Willow gezien. We hebben een Dynamite gezien. Maar voor de rest zie ik hier verder niemand. Of die moet hier ergens in de bosje zitten. Oh, daar is een Edgar. Ik wou net zeggen, er moest ergens iemand nog zijn. We kunnen even kijken of we die Edgar kunnen hebben. Dus kom maar, Edgar. Komt u maar. Als hij komt, zet ik meteen mijn super in en dan heb ik hem wel. Dat had ik ook. Nou ja, prima. We hebben trouwens niet zoveel kills gemaakt in deze game. Nee, echt totaal niet. Volgens mij 2 tot nu toe. Ja, dat is natuurlijk nog niet heel veel. Wes, ik ga jou wel even killen. Nee, Jesse Boy, die had dat nu al. Want ik wil natuurlijk kills maken voor mijn opdracht. Maar het gaat lekker, dus dat is mooi. En... Oké, dat ging nog maar net goed. Hier, die Dyna. Of Wes. Oh, no. Oké, nu moeten we die Dyna zien te killen. We kunnen kijken of dat nu gaat lukken. Oh, no! Oké, dit was een beetje zo. Oké, hij had mij bijna overgenomen. Oké, ik zet gewoon mijn gadget in. We moeten hem nu killen. Oké, dat ging nog net goed. Ik weet nu niet zeker of Wes een kijker is of niet. Hij had gewoon bijna die win van ons nog afgepakt. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Dus dat scheelt weer iets. We kunnen hier even pills maken. En Willow had mij veroverd. Niet dat het heel veel uitmaakt. En dan ga ik jou nu alsnog killen. Hey, jongen, wat denk jij ervan? Mij een beetje veroveren. Dan hebben we toch nog even een kill erbij gemaakt. Volgens mij heb ik alsnog 10 kills gemaakt of zo. Nee, niet 10. Ik heb er 6 gemaakt. Maar wel redelijk wat schade gedaan. Oh, ik heb alsnog de meeste schade gedaan. Saif 17, die heeft ook best wel schade gedaan. Maar we hebben 2 opdrachten voltooid, dus dat is lekker. Plus we krijgen de rewards hier natuurlijk. We krijgen een gouden spelerspictogram. Stullen is leuk meegenomen. Dan kunnen we nu hier krachtpunten krijgen en spelerspictogram. Zometeen krijgen we bling en daarna krijgen we credits. Maar laten we doorgaan. Door naar de volgende game. En wij hadden hier trouwens ook opdrachten. Herstel 50.000 levenspunten. Dus ik ben benieuwd. Oh nee, dit is balen. Saif, die kan nu niet meedoen, omdat hij waarschijnlijk dan net bij de eerste game was. En dan is hij nu... Kan dat niet meer. Ik denk dat hij niet op ready kan drukken. Want hij doet ook zo'n traan-emoji. Maar het is een beetje balen dat we niet kunnen chatten. Hij doet alleen huilreacties. Oké, dat is balen. Ja, nou, dan doen we het met z'n tweeën verder. Jij moet El Primo Goat niet kunnen spelen. Maar ik denk dat hij ook niet kan. Trouwens, ik wil wel even een dikke shadow doen naar Saif 17. Thanks for joining. We hebben toch even een mooi potje gewonnen. Dat sowieso. El Primo Goat, kan je op ready drukken? Nou, ik denk het ook niet. We moeten even met z'n tweeën. Dus ik doe even... Oh, niet storen aan. En dat heeft geen nut. Die teamcode die is nu al bekend. Dus die... Ja, dit is een beetje balen. Sam, kan je op ready drukken? Ik denk dat dat ook niet kan. Jesse boy, ik voeg je even toe als vriend. Je hebt te veel vrienden. Oh, dit is dan weer balen. Oké, Sam kan ook niet op ready drukken. Nee, we hebben een probleem. Dit is irritant. Oké. Dit is altijd vervelend als iemand gaat leven in zo'n uitdaging. Ik kan wel even kijken.
Bij vrienden, misschien heb ik iemand die al heel lang niet online is geweest. Kunnen eens kijken. Ik zie hier eentje van 600 dagen, dus dan kunnen we jou verwijderen. Dan voeg ik even Jesse Boy toe. Voeg toe als vriend. Spelen heeft te veel vriendschapverzoeken. Jesse Boy, je moet eventjes zorgen dat je wat vriendschapverzoeken gaat annuleren. Dat ik even een vriendschapverzoek kan sturen. Dan kan ik je toevoegen als vriend. Dan lief ik eventjes. Dan creëer ik geen nieuwe code, maar nodig ik jou gewoon eventjes uit. En dan kunnen we dan met z'n tweeën spelen. Want op dit moment lukt het niet, zeg maar, om iemand anders te vinden. Dat is een beetje vervelend. Maar ja, hij heeft niet genoeg. Ik kan Sam, ik ga jou er in ieder geval helaas uitzetten. Met een beetje mazzel kunnen we alsnog op ready drukken zo meteen. Als iemand bij premie is. En ondertussen, Jesse Boy, je moet even op ready drukken. Yo Joran, yo Tigo. Kan jij op ready drukken? Ik heb geen idee. Nou, hij heeft nog steeds niet. Ik denk dat Tigo ook niet op ready kan drukken. Denk ik persoonlijk. Denk ik. Kan je me toevoegen? Ja, dat is niet zo handig, want ik wil alleen Jesse Boy. Ik heb net één plekje vrijgemaakt voor Jesse Boy. Gewoon puur om deze uitdaging te doen. Maar het kan niet. Oké, weet je wat? We gaan het gewoon eventjes met randoms doen. Gaan we kijken of we het kunnen halen met randoms. Want als we dit de hele tijd door moeten doen op deze manier, dat is echt super onhandig. Heb hem al gedaan. Maar love naar jou. Dankjewel. Nee, je moet je vrienden niet wegdoen, Jesse. Je moet de uitnodigingen. Volgens mij heb je hier bij uitnodigingen heb je er al 20 staan. Dan moet je hier, die moet je eventjes verwijderen. Niet de vrienden die je hebt. Want als ik jou toevoeg als vriend, dan staat hij, je hebt te veel vriendschapverzoeken uitstaan. Dus het gaat niet om je vrienden. Maar om, zeg maar, deze uitnodigingen. Daar heb je er waarschijnlijk al 20 staan. Je kan ze accepteren, je kan ze even afwijzen. Maar in ieder geval, dat moet je even doen, zodat ik jou kan toevoegen. En dan zouden we het eventueel met z'n tweeën kunnen doen. En Vic, of we moeten nu iemand hebben die nog eventueel kan joinen. Die op klaar kan drukken. Yo, die heb ik niet. Deze speler heeft te veel vriendschapverzoeken uitstaan. Probeer het later opnieuw. Oké, nou geen idee hoe het dan precies zit. Another day, another life saved. Oké, nou dit is een beetje balen. Ik kan je namelijk niet toevoegen. Nou, weet je wat? Ik laat het even voor nu zo. Ik ga het verlaten en dan ga ik even met randoms doen. Dan gaan we iedereen slopen met randoms. Dat hoop ik dan. Dan spelen we eventjes premie. Eens kijken hoe dit gaat. Ja, we moeten toch iets doen, hè? Ik wil die uitdaging gewoon even halen. Ik wil die rewards krijgen. Zo meteen na de uitdaging ga ik nog even met kijken spelen. Is helaas niet anders. Maar het leuke van randoms is wel dat je soms hele slechte randoms hebt. Soms hele goede. Maar dat het altijd wel spannend is. Oké, we gaan even hier langs. We zijn met een Bibi. Die kunnen we hebben. Ja, dank u. Die Tara, die heeft de gadget aangezet. En die kunnen we denk ik nu hebben. Hier kunnen we ook weer een kill maken. Nou, heb ik uiteindelijk niet gemaakt. Maar gaat goed. Die Bibi moet hier ergens zitten. Oh, die zit hier ook. En die hebben we. Een lekker. Dan hebben we nu een 4 sterren. Dus we gaan als een raket. Aan de andere kant liggen mijnen. Oh, dat was niet zo heel praktisch in plaats van mij. Nee, hier liggen mijnen inderdaad van die boom. Dus dat is wel even uitkijken geblazen. Maar teammates, blijf een beetje levend. Dat zal gewaardeerd worden. Die moet even kapot. Gaan we die Bibi hebben? Of nou ja, mijn teammate in ieder geval. Oké, ik heb hier nu mijn super. Oké, dat ging ja, minder goed dan verwacht. Maar uiteindelijk heb ik hem wel. En kunnen we hem hier hebben? Oké, mijn super die zet ik even hier neer. Dat scheelde niet veel. Lekker boel, die zat daar goed te wachten. En daar heb ik toch weer even een kill erbij. En ik kan ze hier nu makkelijk zien aankomen. Volgens mij zit daar in de linkerkant. Ja, er zit inderdaad een boom. We moeten nog 1 ster zien te fixen. Maar ze moeten ook niet doodgaan. We gaan kijken of we die Bibi nu kunnen hebben. En, oh nee, en dan ga ik nog dood ook nog. No! Oké, nou aan de andere kant. We voltooien wel veel van mijn opdrachten op deze manier. En stel levenspunten en die kills maken. Ik heb ook mijn andere gadget. Die is eigenlijk chillen, denk ik. Ik doe wel shield. Dat is denk ik ook beter.
Maar nou trouwens, voor levenspunten herstellen is die wat beter. Oké, we proberen het nog een keer. Ik denk dat dit een net wat chillere gadget is, want die andere gebruikte ik toch bijna niet. Please, Heyday een keer. Ja, misschien is het wel leuk om weer een keertje Heyday te doen. Thirst for aid. Heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Oké, ik zal mijn gadget even aanzetten. Dan kan ik ze namelijk al zien. Dan kunnen we hier die moortes hebben. Dat is het idee. Ja, top. Ja, die gadget is zo ideaal, jongen. Dat is niet normaal. Oké, hier zijn Leons. En die hebben we. Oehoehoe. Dan was ik bijna dood. Oké, moet even uitkijken voor die moortes. Maar kijk, qua levenspunten stellen is het ook al chill. En die Dyna kunnen we nu hebben. Oké, weer een kill erbij. Volgens mij komen ze hier alweer aan. Of dat was die Leon, die kwam daaronder. Die Mortis, die zit hier ergens. Mortis, waar ben je? Waar ben je? Ik zal mijn gadget even aanzetten. Oh, hij zat hier. Hij kwam er ook net aan. Dat is een beetje zonde van mijn gadget. Maar kan ik hem hebben? En... ik heb die Dynamite. Oké, dat is alsnog nice. Ja, oké, die Leon die hebben we ook weer. Dan gaan we even kijken of we hier die Dynamite kunnen hebben. En dan hebben we al gewonnen. Easy game! Kijk, ik sloopte ze allemaal. Oké, dit was even een mooi potje. 23.000 schade gedaan, maar 5 kills gemaakt. Dus qua kills gaan we heel lekker met Buzz. En qua levenspunten herstellen moeten we nog wel ietsjes in premie. Maar dan hebben we die opdracht ook bijna voltooid. Maar ja, dat is in ieder geval weer... wat rewards erbij. 300 coins in de pocket. Kunnen we eventueel zo meteen ook nog wat gadgets of sterkrachten kopen. Dus dat is ook wel nice. Joran is de beste van de hele wereld. Dat zegt Arjen. Nou, dat vind ik heel lief, maar dat is helaas niet het geval. Oh, donders, daar komen ze in één keer met z'n tweeën. Had ik misschien iets defensiever moeten spelen. Hier is een Mortus. Waar is die nu? Als ik hem nu tegenkom, dan kan ik hem in één keer pakken. Ja, dit is ook prima. En nu kan ik hem ook wel hebben. Oeh, dat scheelde niet veel. Maar we staan nu wel 11-3 voor. Dus dat is wel redelijk veel om eerlijk te zijn. Dus ik denk dat dit wel goed gaat komen. Die Mortis, die kunnen we nu hebben. Ja, die kunnen we zeker hebben. Dank u. En dan gaan we nu... oh, die Colt, dat was niet eens nodig. We kunnen nu die Shelly hebben. Ja, en dan was dit het al. Makkie! Makkie, 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 makkie. Nou, dat betekent dat we nu gewoon weer een ronde verder zijn. Het gaat alsnog met randoms redelijk makkelijk. Ik heb de opdracht met Buzz gehaald. We moeten alleen die opdracht in premie nog even halen. En we krijgen zometeen ook nog een spelerspictogram door die 5 gevechten opdracht. Dus dat is ook wel nice. Maar laten we doorgaan. En hebben we nog meer opdrachten met andere knokkers? Nee, dat niet. Dus we moeten gewoon eventjes zo doorspelen. Dan komt het helemaal goed. We hebben nu knockout. En zullen we weer met Buzz? Ik ga gewoon met Buzz. Het gaat lekker met Buzz. Dus dan kunnen we even blijven spelen. Randoms is altijd... ja... is altijd een beetje afwachten. Maar het is altijd chill als je een sterke knokker bent met randoms. In ieder geval, dat vind ik altijd. Another life saved. Want je hebt soms ook dat je bijvoorbeeld een meneer P of zo bent. Nou, dan kan je niet zoveel. Oké, hier zit een Piper. Nou, dankjewel. We kunnen nu richting die M's. Kijk, ik pak ze allemaal, jongen. Ik pak ze allemaal. Hoppa, dat is ook weer eentje. En dan kunnen we nu richting die Max gaan. Ja, die kunnen we ook hebben. Nou, dat hele team compleet uitgeschakeld in eentje. Kijk, daarom is Buzz toch best wel een chille knokker voor dit soort dingen. Maar we gaan even door. Jongen, ik heb mijn teammates niet eens nodig. Oké, die Piper zit hier boven. Die kunnen we nu hebben. Ja, top. Konden we lekker op doorpushen. Dan moeten we wel even kijken of we die M's kunnen hebben. Oké, mijn teammate is ondertussen dood. Maar die M's die kunnen we nu wel hebben. Die heeft zijn gadget gespeeld, dus die kan hij niet meer gebruiken. Ja, dan hebben we alleen nog een Max. En als ik die ook weer weet te killen, heb ik in mijn eentje alle 6e kills gemaakt van deze game. Ja. Dat is toch bizar. Even mijn gadget aanzetten. Ja, daar is hij. Oké, top. En dan was dit hem. Easy game. Ja, Buzz is echt wel OP in dit soort dingen. Even kijken. Oh nee. Huh, die MC heeft ook 1 kill gemaakt. Maar check de schade. Ik heb bijna 27.000 damage gedaan.
Ems 1000 en meneer P 3000. Wat een verschil. Nou, ik vind het helemaal prima. We krijgen in ieder geval 100 bling erbij. En een nieuwe spelerspictogram. Dus dat is wel nice. 100 bling is ook nice. Ja, ik heb nog niet heel veel op dit account. Dus al het bling wat ik kan krijgen is welkom. Maar laten we doorgaan. En wat krijgen we nu? Een spelerspictogram. Daarna krijgen we 100 credits en spelen we mijn mythische knokker vrij. Die ik ook heb achtergelaten in de chat. Dus dat is Mortis, Gene of Max. En op dit moment is 51% van de stemmen voor Mortis. Dus de kans is groot dat we dan Mortis gaan halen. Kan je weer Clash of Clans spelen? Daar komen video's van online. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Oh, ik ga hier even uitkijken. Oh. Oké, dat ging nog net goed. Lekker Shelly. Thanks voor de verdediging. En zouden we hier nu iets kunnen aanvallen? Oh, ja. Oké, ik ga nu wel helaas doen. Oké, dat was iets te enthousiast. Maar ik dacht heel eventjes, ja, nu moet ik gaan. Maar ja, we hebben nog een Shelly die natuurlijk daar niet naartoe had moeten lopen. Die had naar die Fang moeten gaan. Nu gaat die Shelly dood. En die Crow die overleeft het nu ook nog net. Ja, ik denk dat we deze ronde niet gaan winnen. Alhoewel, pakt Crow nu wel de andere Crow. Moet hij daar nu wel weggaan, want anders komt hij in het gif. Daar komt goed. Oké, dan hebben we nu een Crow tegen een Fang. Ik ben benieuwd of deze Leon, of die goed genoeg is om die Fang te killen. Ja, hij krijgt de hele tijd damage tegen door het gif. Dat is niet zo handig. En dit doet hij op zich netjes. Ja, hij doet dat gewoon goed. Oké, nice. Ik ga nu even via deze kant. Want via de andere kant verwachten ze mij eigenlijk al. Dus ik hoop eigenlijk dat ik in één keer zo meteen mijn super hier heb. En dat ik dan vol gas kan aanvallen. Oh nee, oké. Nou, ik kan in ieder geval dit ontwijken. Dus dat is chill. Ik zal mijn gadget even aanzetten. Om ietsjes door de bos heen te kunnen kijken. Nou, dit was een beetje jammer. Hier zit die Crow. Dus we kunnen even hier gaan pushen. Ik zal even kijken of we hem hier een beetje in het hoekje kunnen houden. Dan kan ik in ieder geval mijn super laden. Dus dat is wel chill. En... ja, hier even uitkijken. Ja, kan ze misschien nu allebei hebben. Ah, nee. Ik ben nog niet helemaal lekker bezig, dit potje. Maar Leon, die doet het wel lekker. Ja, alleen nu kon hij het niet hebben. Nee, je kan ook niet alles hebben. Oké, we gaan nu weer even via deze linkerkant. Wel goed gespeeld van die Leon. Dan gaan we eens kijken of we meteen die Fang kunnen hebben. Nee, dat gaat nu niet lukken. Oh, en die Bee, die zit er ook trouwens. En zou dat lukken om die te hebben? Ja, die kunnen we hebben. En dan gaan we meteen voor die Fang. Ja, oké, die hebben we ook. Oké, lekker. Kijk, dit gaat alweer iets beter. Nou, dan zijn we met z'n drieën tegen één andere knokker. Dit komt wel goed. Ja, dit komt zeker wel goed. We kunnen hem even opsluiten. Dan moet hij wegjumpen. Maar ja, dan kan hij hier ook weer geen kant op. Dus dit gaat hem nooit lukken. Oké, ik heb nu mijn super. Als jullie even via die kant aanvallen, dan kan ik zo meteen met mijn super hier hem pakken. Ja, dat komt helemaal goed. Top! Top. Zijn we weer even een potje verder. En hierna krijgen we er dus de 100 credits. Die ik wil hebben. En dat betekent dat wij dus de volgende knokker gaan vrijspelen. Want daar hebben we 95 in totaal voor nodig. Dus dat is wel heel erg nice. En dan gaan we dus Mortis vrijspelen. Dat wordt mijn volgende knokker die ik ga vrijspelen op mijn free-to-play account. Ik wil ook in jouw team. Dan krijg jij 2000 gems. Nee, jongen. Helaas, pindakaas. Dat gaat hem niet worden. Nee. Ik laat me niet omkopen. Dus dat is jammer. Omdat ik trouwens sowieso weet dat die gems toch niet gegeven gaan worden. Maar dan alsnog. Ook al zouden ze wel gegeven worden. Zou ik het nog steeds niet willen. Ik ga hier trouwens even in de bosjes. Want ik vind die dynamite heel irritant. En ik moet eigenlijk die andere gadget even selecteren. Want deze gadget is niet heel goed. In ieder geval niet voor hier. Oké, ik hoop dat jullie het even vol kunnen houden met streepjes in het midden. Ik kom er namelijk aan om jullie te redden. Dat was het idee. Oké, dat gaat toch niet helemaal lekker. Oké, dat was een mooie hit. En dit was ook een goede hit. Ik ga hier even de bosjes in. En dan kan ik met mijn gadget hier hopelijk een beetje kijken. Om in ieder geval hier een kill te maken. Oké, ja, dat scheelt weer. Top. En die Dynamite die is nu ook weer super kwijt. Dus dat is ook lekker. En die kunnen we nu nog killen. Ook nog.
Oh, nou oké, ik heb in ieder geval iets damage gedaan. Oké, we staan bijna gelijk. Het gaat niet heel lekker. Ik had echt een andere gadget moeten selecteren. Want in deze map heb je helemaal niks aan de gadget die ik nu heb. Ja, niks is misschien overdreven. Maar je hebt er niet extreem veel aan. Oké, nu moeten we die M's hebben. En ik mis ook al mijn supers. Dus dat is ook gewoon mijn eigen schuld. Ik kom door de muur heen schieten natuurlijk. 75% tegen 65. We kunnen nu weer in de aanval. Dus dat scheelt wel. Dan moet ik even zorgen dat ik mijn super ga krijgen. En dan hopen dat we hier even het midden kunnen vasthouden. Even die dynamite killen. En dan moet ik nu richting die M's gaan. En dan hopen dat het gaat lukken. Ja, top. Oké, ik heb hem. Ja, dan gaan we dit potje winnen. Alweer met bus, hè. Ja, het gaat wel vrij lekker. Alhoewel, moet ik zeggen dat dit niet mijn beste potje was van deze uitdaging. We hebben alsnog wel 4 kills gemaakt, maar ik ben zelf ook 3 keer dood gegaan. Niet heel veel damage. Maar wel 100 credits. En dat betekent dat we een nieuwe knokker hebben vrijgespeeld. Komt-ie, hè? Komt-ie. Mortis is ontgrendeld. Moeten we dan nog vooruit klikken? Ja, hier is die. Mortis is vrijgespeeld. 4 van de 10 mythische knokkers heb ik op dit moment op mijn free-to-play account. Dat is toch wel vrij nice. En ik kan natuurlijk ook kiezen voor Gene of Max. Maar op dit moment heeft 50% van jullie gestemd op Mortis, 11% maar op Gene. Dus Gene was echt totaal niet populair. En in totaal 39% voor Max. Dus het is duidelijk, we gaan voor Mortis. Vind ik het ook leuk gemaakt? Dan ga ik de laatste paar games proberen te winnen met Mortis. Oh, we hebben hier een speciale aanbieding met een skin van Mortis. Gaan we nu niet doen. Voor de legendarische knokker, dat zal ik trouwens ook eventjes meteen een poll in de chat zetten. Kunnen we natuurlijk ook eentje gaan kiezen. Maar dan ben ik benieuwd welke jullie vinden welke ik moet gaan halen op het moment dat ik hem kan halen natuurlijk. Een poll starten. Welke legendarische knokker? Dan hebben we Leon, Crow of Spike. Ja, ze zijn allemaal goed. Ik weet niet wat de favoriet is van jullie. Voor nu, ik ga nu even voor Leon kiezen. Maar dat is gewoon puur, zodat we hem eventjes hier weg hebben. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie zeggen. Trouwens, we hadden hier ook nog een gratis reactie die ik nog kon claimen. Was ik nog helemaal vergeten te selecteren. Dus die hebben we nu ook erbij. Maar laten we Mortis selecteren. Dan hebben we nu gevarenzone nog 1 keer. En daarna hebben we overval. Want daarin is Mortis echt totaal niet geschikt. Maar ja, we gaan het gewoon voor de grap even proberen. Mortis, we doen wel deze, dat we sneller herladen. En deze is ook chill. We doen wel shield. En sneller door borstjes kan ook wel eens werken. We gaan het zien. Op dit moment zijn de stemmen een beetje uitgebracht, de eerste. Bijna de helft van de stemmen zijn voor Leon, 29% voor Crow en 23% voor Spike. Dus Leon is op dit moment wel ver weg de favoriet hier in de chat. Dus dat is op zich wel ziek. Maar laten we maar eens met mijn nieuwe knokker Dynamite gaan spelen. En ja, dat is eentje. Ik kan eventueel mijn gadget neerzetten. Ja, hoeft ook niet per se. Ja, maar ik wil natuurlijk wel even zorgen dat die kills gaan maken. Oké, ik zet de bus nu wel in. Oh shit, ik had daar mijn super moeten inzetten. Wat doet die bus daar? Bro! Ga eens daar naar het midden. Die had makkelijk die Dynamite kunnen killen. Want die had zijn super. Oké, dit is een beetje zonde. Oké, ik ga even mijn gadget inzetten. Ja, oké, dat was ook zonde van mijn gadget. Ja. Oké, we gaan hier even de boel aanvallen. En dan hier mijn super. En oké, dan heb ik in ieder geval nog wat levens erbij. En die Frank. Die verspilt zijn super daar, dus dat is ook mooi. En oké, dan hebben we in ieder geval wat damage gedaan. Nou, ik ben niet de allerbeste mooie te spelen. Ik vind het altijd lastig om die super goed te timen. Om het gewoon allemaal perfect te hebben, zeg maar. Dat gaat bij mij nooit helemaal perfect. Oké, even uitkijken voor die Frank. Maar nu kunnen wij hier misschien wat damage doen. En ja, dit gaat goed. Dit gaat zeker goed. En hier even mijn super. En dan kan ik die Frank nu killen. Ja, en dan weer mijn super. En dan hoop ik dat dit nog allemaal een beetje goed gaat. Ja, dit was op zich wel een iets betere aanval dan net. Dus dat is mooi. Alleen even uitkijken voor die Frank. En dan kunnen we nu zo meteen in de aanval gaan. Mocht dat handig zijn. Oh, dankjewel voor de gratis kill op Dynamite. Die Bibi sloeg me naar die Dynamite toe. Oké, die Frank is wel even alvast geblazen. Nu hoop ik dat ik hem kan killen. Oh, ik kan me super, maar ik kon hem net niet activeren. Ik denk niet dat het nu nog gaat lukken. Heb ik nog een gadget? Nee, maar ik heb wel een super eventueel.
kunnen we inzetten. En dan hopen dat we die Dino nog op tijd kunnen killen. Nee. Oké, nou weet je wat? We gaan niet elk potje met Bartje spelen. Want dan wordt dit echt een hele shitte livestream. We gaan gewoon weer met Buzz. Met Buzz ging het allemaal lekker. Dus dan selecteren jou weer. En dan doe ik even deze gadget. We hebben nog opdracht verder. Oh ja, die in premie. Oh, maar die kunnen we op dit moment niet voltooien, want er is geen premium map. Nou, moeten we maar even zien. En die in club... Oh nee, speel in het team. Die kunnen we zo meteen ook doen. Eerst gaan we even de laatste paar games spelen. DS Yen, die zegt... of DS Yen Gaming, heb ik iets gemist? Je hebt gemist dat ik een nieuwe mythische knokker heb vrijgespeeld. Dat heb je gemist. Dus dat is wel echt nice. En we zijn dus nu, zoals je ook ziet in de chat, aan het sparen voor mijn eerste legendarische knokker. Dus dat is wel echt heel erg nice. Ik wil die Dino hebben. Lukt helaas niet. Dus dat is jammer. Moet even uitkijken. Ik kan hem nu wel hebben. Dus dat is nice. Oké, dan hebben we daar geen last meer van. Moet even uitkijken voor die Brock. En die moet ook uitkijken voor mij. Oké, ik denk dat jullie die pen wel kunnen hebben met z'n tweeën. Dan zal ik even die Dynamite afrekenen hier. Ja, top. Dan ga ik nu even met die blok afrekenen. Ik blijf gewoon hier een beetje aanvallen. En als jullie een beetje in het midden blijven, dan denk ik dat wij een goede combo zijn op deze manier. Hier, ik ga al die blok weer even pakken. Ja, dan hebben we daar geen last meer van. Die Dynamite, die verspilt zich super, dus dat is ook lekker. Ik ben nu wel dood. Maar ja, ik heb wel ziek veel kills gemaakt en ik heb veel damage gedaan. En daardoor staan we nu al ziek ver voor. Kijk, ik ben dood en we hebben meteen een probleem. Oké, ik kan hier eventjes hits doen. Ja, lekker. Nu even die brok pakken. En dan heb ik gewoon weer 3 kills gemaakt. Ja, easy. En dan is het nu een kwestie van eventjes volhouden. Check ook het verschil met Mortis en met Buzz. Met Mortis lukt het echt totaal niet. Met Buzz own ik iedereen. Zal die brok weer even pakken. Oh, dit was niet meer nodig. 100% makkelijk gehaald. Oh, nu heb ik niet gekeken hoeveel damage ik heb gedaan. Oh, dat kan je hier zien. 29.000 damage heb ik gedaan. Ik denk dat ik wel de meeste damage van iedereen had gedaan. Dan moeten we nog 2 potjes spelen. Krijgen we nog 300 coins en 50 chroma credits. En die chroma credits zijn wel echt heel nice. En dan moeten we overval gaan doen. Nu denk ik wel dat Buzz niet de meest geschikte is voor overval. Dan willen we eigenlijk een knokker hebben die snel veel damage kan doen. Ja, Colt is dan altijd de goede optie. Ah, weet je wat? We gaan met Colt. Dat we ze kunnen herladen. Dat Colt een langer bereik heeft. Dat is ook chill, sneller herladen. En meer damage doen. Als je dat hebt en je hebt een keertje een paar shots op hun kluis. Je doet zoveel damage, jongen. Dus hopelijk gaan we dit dan ook winnen. Hun hebben een Janet, een Ems en een Lou. Zijn op zich redelijke knokkers. Zijn ook knokkers die niet extreem veel damage doen op de kluis. Dus ik hoop dat dat mijn voordeel is. Ja, ik heb wel wat hits, maar niet genoeg. Als ik zo meteen maar mijn super heb, dat zal al veel schelen. Oké, die Ems die is nu bijna dood. Dus dat is chill. Oké, weer wat hits gedaan. Ja, mooi. En nu die Ems pakken. Ja, die is nu ook bijna dood. Oké, ik kan hier even mijn super neerzetten. Heb ik meteen wat schade gedaan op de kluis. En dan hebben ze hun verdedigingmuurtjes daar niet meer. Dus dat is voor ons alleen maar chill. Oké, die MC doet daar vervelend. Die blijft daar ook leven. Ja, oké, nou eventjes ietsjes eraf geschoten. Het is een beetje een tactisch spelletje op deze manier. Oh, maar nu komen ze er wel door. Dus dat is een beetje balen. Oké, nu heb ik niet zo heel veel levens meer. Oké, ik heb nog maar 1% damage gedaan op hun kluis. En hun beginnen nu wel wat meer damage te doen op onze kluis. Dus dat is stom. Oké, die MC is nu dood. Dus dat is lekker. En dat waren mooie hits op die Lou. Die is nu ook dood. En dan ga ik hier even uitkijken. Oké, ik overleefde dat nog maar net. We hebben in ieder geval iets damage terug gedaan. Dus dat scheelt. Ja, dat is weer een kill. En zou ik hier hun kluis kunnen raken? Oké, ik heb weer veel damage gedaan daar zo. Hier eventjes uitkijken. En die Janet. Wat gaat die doen? Oh, die jumpt nu naar achteren. Maar ja, dat is prima. Dan heb ik er in ieder geval iets minder last van. Die Lou is nu dood. Ja, top. Dan zou dit misschien toch nog kunnen gaan lukken. Ja, weer een kill. En... oh, die Ems. Ah, die willen killen. Oké, ik zet even mijn gadget in. Ik heb 1 hit nodig. Oké, nou, uiteindelijk killt mijn teammate. Oké. Het begint weer iets de goede kant op te gaan. En ja, dat waren weer een paar mooie hits. Dus dat is chill. Ja, dat waren ook weer mooie hits. En nu moeten we die M's zien te pakken.
Maar met een beetje massa kunnen ook veel damage doen op hun kluis. Ja, we kunnen zeker veel damage doen. Oké, die Ems die moet dood. Ja, die is nu dood. Dus dan hebben we daar geen last meer van. En dan ga ik even reloaden en dan kunnen we het afmaken. Oké, uiteindelijk is het goed gekomen. Uiteindelijk is het goed gekomen. Ben ik benieuwd? Ik heb 10 uitschakelingen gedaan. Ik ben zelf maar 1 keer dood gegaan. Ik heb ver weg de meeste damage gedaan van iedereen. Bijna het dubbele. Ja, het ging best wel prima. Alleen ja, het schade doen op de kluis ging niet zo heel lekker. Dus dat was een beetje jammer. Maar we hebben nog 1 potje en dan hebben we de uitdaging gehaald. Ik heb net Luipaard Max en Panther Max gekocht. Dat is nice. Dat zijn goede skins. Wessie NL die vraagt wanneer weer Clash of Clans video. Als het goed is, morgen of overmorgen. Dus hou mijn kanaal in de gaten, dan zie je die vanzelf verschijnen. Oké, weer mooie hits gedaan. Die Dyna die gaat nu dood. Yes! Dan gaan we hier eventjes door het muurtje heen schieten. Dan hebben we daar geen last meer van dat muurtje. En dan ga ik eventjes iets naar achteren. Ik wil even levens erbij krijgen. Kunnen we zo meteen weer wat schade doen op de kluis. Doen we dat zo meteen. Oké, die Edwin die moet eigenlijk wel dood gaan. Of die Tara. Oké, nou ik heb de Tara die daar terug is. Dus die kan daar verdedigen. Dan ga ik nu even heel snel heel veel damage doen op de kluis. Oh joh, check hoe snel dat ook ging, jongen. Oké, hier even mijn super neerzetten. Ik ben nu wel dood, maar we hebben ziek veel damage gedaan. Nou, Jesse, kan je het al afmaken? 1%? Ja, het is al klaar. Nou, de uitdaging is gehaald. Let's go! Makkie. 50 credits erbij. Oh, chroma credits. Dat is eigenlijk nog veel chiller. Want chroma credits zorgt ervoor dat je natuurlijk chromatische knokkers kan vrijspelen. En dat gaat eigenlijk sneller dan gewone knokkers. In ieder geval, die punten zijn meer waard dan gewone credits. Eigenlijk het dubbele. 1 chroma credits is 2 gewone credits waard. Dus in dat opzicht is het wel nice. En we hebben nog een nieuwe spelerspictogram erbij. Ja, ik heb er al een paar, maar nog niet extreem veel. Ik vind hem wel leuk. Deze vind ik er trouwens ook leuk uitzien. Ik ga gewoon die activeren. Vind ik nice. Voor op mijn free-to-play account. Maar laten we nu maar even wat rewards gaan claimen. Want we hebben natuurlijk hier ook allemaal rewards gekregen. Dus dan kunnen we al een beetje gaan sparen voor mijn eerste legendarische knokker. We krijgen nog krachtpunten. Oh, die kunnen we zo meteen even voor claimen. We krijgen hier nog coins. We krijgen hier nog meer credits. En nog meer coins. Ja, coins is meer waard dan krachtpunten. Dus weet je wat? Ik ga deze 22 rewards eventjes claimen. Want dan krijgen we voor de krachtpunten krijgen we coins. En dat is wel chill. En dan krijgen we in totaal nog 550 credits erbij. Dus dan zitten we al over de 700. Wat we nodig hebben voor mijn eerste legendarische knokker op mijn free-to-play account. Dit is echt oprecht mijn eerste legendarische knokker volgens mij ooit op een account waarop ik geen geld heb uitgegeven. Alle accounts waar ik nu legendarische knokkers op heb, heb ik gewoon geld uitgegeven. Wanneer de giveaway? De winnaars heb ik al een berichtje gestuurd. De video waarin de winnaars bekend worden gemaakt, komt dit weekend online. Dus daar heb je nog even geduld voor nodig. Ja, we kunnen er nu nog 3. En dan zitten we inderdaad boven de 700 al. Dus dat is wel nice hoor. Ja, dat is zeker nice. Dan zitten we al over een derde voor mijn eerste legendarische. We zitten op de 745. Maar we kunnen hier eventueel nog krachtpunten claimen. Ja, dat zien we zo meteen wel. Hier krijgen we nog 60 chroma credits. En hier krijgen we nog 95 gewone credits. Dan kunnen we even verzamelen krachtkubussen in solo showdown. Ga ik die nog even doen. Daarna doen we nog even een paar potjes met kijkers. Want ik wil natuurlijk deze speel 5 gevechten in het team wil ik ook nog eventjes halen. Oh, dan kunnen we nu wel even met Mortis spelen. Dat is wel een leuke. Ga ik Mortis trouwens ook even upgraden naar krachtlevel 7. Ik wil namelijk al mijn knokkers minimaal krachtlevel 7 hebben. En die heb ik nu op krachtlevel 7. Dus dat is mooi. Nou, dan gaan we nu even solo showdown doen. Oh, dat kan ook. Nou, nee, dat doen we aan de gewone. Dat is wat makkelijker om snel veel krachtpunten te krijgen. Joran, wanneer maak je weer een nieuw liedje? Ik denk niet dat er nog ooit een liedje gaat komen. Brawl Star Rock, Clash Royale Rock, Nederland Rock. Dat is wel voldoende. Ja, je kan het ook te gek maken natuurlijk. Oké, we hebben nu 2 krachtpunten. We moeten er even snel 15 verzamelen. Dan gaan we eventjes weer met jullie spelen. Oké, dankjewel Ems voor de kill hier zo. Dit moet haast wel bot zijn.
Oké, dat was weer even van een kill. Wat donder, we hebben hier zoveel krachtpunten nu al. Check dit dan, we zitten nu al op de 11. Misschien dat het dit potje al gaat lukken om de 15 te halen. Dan moet ik er nog 3 fixen. Ik laat die super van Jesse laat ik daar gewoon liggen. Oh, hier heb je nog 2. Oké, en hier links heb je er ook nog 1. We gaan gewoon 15 krachtpunten in 1 solo Jonah potje verzamelen. Hier had je trouwens nog 2 krachtpunten. Dus dat is ideaal. Ja hoor, 16 krachtpunten in 1 match. Dat is toch niet normaal? Dan ben ik benieuwd. Oké, daar is een boel. Maar die kunnen we denk ik hebben in 1 shot nu. Ik wil die kill wel maken. Ja, hoppa. Nou, de opdracht meteen voltooid. De dagelijkse opdracht dan. Krijgen we 200 van die punten erbij. 210 om precies te zijn. Zijn we bijna weer een pad verder. Ja, zometeen kunnen we dan precies die chroma credits nog vrijspelen. Die andere credits niet. We gaan eventjes spelen samen met jullie. Wat willen jullie dat ik ga spelen? Het is trouwens wel duidelijk. Leon is de knokker die het gaat worden. Dus ik zou even een screenshotje maken. Kunnen we eventueel nog ooit een keertje gebruiken. Maar ik zal even een chat maken. Of een poll. En dan mogen jullie stemmen welke game mode ik moet gaan spelen. Dat ga ik dan samen met jullie doen. Knokbal. Knok. Volleybal. Dat is ook wel een leuke. We kunnen duo showdown doen. Of één extra. Welke knockout map is er? Een gevarenzone. Op zich knockout. We doen wel knockout. Denk niet dat het hem gaat worden. Maar dan kunnen jullie daar eventueel op stemmen. Oké, we hebben 4 game modes. Jullie kunnen stemmen. En de game mode met de meeste likes. Die ga ik doen. Ik zie ook allemaal comments. P van het Hof. Die zegt knokbal. Hier Leno die zegt die zegt gevarenzone. Ayoub die zegt showdown. Knokvolleybal heeft redelijk wat stemmen. Maar uiteindelijk heeft knokbal de meeste stemmen gekregen. Dus we gaan gewoon knokbal doen. Dan ga ik gewoon met Moite spelen. Ja, die heb ik net gekregen. Dus dat is leuk. En dan kunnen jullie deze code joinen. Ik zal hem ook even in de chat zetten. Code om mee te doen. XEZBVGE. Hij staat nu in de chat. Ik zal hem eventjes vastzetten als berichtje. Bericht vastzetten. Dan blijft hij boven in de chat vaststaan. Dus dan is dat de code waarmee jullie kunnen joinen. We zijn met Isaac en Pandyborn. Trouwens, ik zie ook nog een donatie van Stijn. 2 euro. Joran, je bent een legend. Blijf zo doorgaan. Dankjewel, Stijn. Dankjewel. Mike Storm die zegt Als je wint Joran doneer ik 15 euro. Nou dat hoeft zeker niet. Maar ik probeer natuurlijk altijd te winnen. Ook al als je wel of niet zou doneren. Nee, ja, misschien is dat niet de reactie die je wou hebben. Nee, we gaan gewoon lekker spelen en we zien het wel. Pandyborn, als jij een knokker kan zijn die iets lager is, zou top zijn. Dan doen we even Guus. En Isaac heeft al iets lager, dus dat is mooi. Grootste fan ooit. Oh, dit zijn de allergrootste fans ooit. Dat kan niet anders. Nee, we gaan eens kijken of we kunnen winnen. Trouwens, die skin van Isaac is wel nice. Maar beter ga je met Willow. Want dan hebben we gewoon even iets makkelijkere tegenstanders. Nou, op zich 300 trofeeën is ook niet zo hoog. We gaan gewoon lekker iedereen kapot maken. Nou, ik hou van je video's en je verdient 15 euro. Dankjewel, Mike. Maar dat wil ik trouwens tegen iedereen zeggen. Doneren, het hoeft zeer zeker niet. Dan doe het alleen als je het kan missen. Dus even dat gezegd hebben. Maar ja, het wordt natuurlijk wel gewaardeerd. We gaan even kijken of we hier in ieder geval wat damage kunnen doen. Ja, is wel gelukt. Maar ik ben zelf ook dood. Oké, we moeten even zorgen dat we snel een super kunnen krijgen. Dan gaan we hier even een triple kill maken. Zou mooi zijn. Hier even die rough skillen. Ja, ik hoop dat jullie dat nog kunnen verdedigen. Nee, dat gaat niet. Oké, dat is jammer. Het voordeel is nu wel dat ik mijn super heb. Dus dat is wel chill. Dus ik moet even zorgen dat ik er zo meteen in kan vliegen. Alleen is Arte wel echt een sterke knokker. Oké, dat gaat prima. We kunnen hier even kijken. We kunnen natuurlijk ook via die bounces... dit kan ook. Hoppa! Lekker. Dat was even een mooie goal. Ik wou net zeggen, je kan ook via die bounces schieten. Dat werkt af en toe ook goed. Nadeel is nu wel dat ik geen super heb. En Mortis is eigenlijk alleen goed als je de super hebt.
Oh, die bal bounce natuurlijk nu heen en weer op deze manier. Ik moet hier eventjes rustig aan gaan doen. Dat we even wat levens erbij krijgen. Wat gaan we hier doen? We kunnen hier misschien even kills maken. Oh, donder. Hij doet zoveel damage, zo'n RT, jongen. Dat is echt niet normaal. Oké, top. Die heeft hij nog gekillt. En die RT, als hij in super variant blijft, dan kan hij natuurlijk niet zo heel veel. Ja, oké, nu is hij wel dood. Oké, die RT die is nu weg. Dan kunnen we nu die rush pakken. Dat is het idee. Ik wou mijn super eigenlijk bewaren. Ah, man. Ik wou mijn super bewaren eventueel voor een shot. Maar dat ging niet helemaal goed. Oké, ik heb mijn super nu wel nog. Dus dat is chill. Dus die kan ik eventueel nog gebruiken. Mocht dat nodig zijn. En dan hier mijn super. Oké. Nee, dat ging niet helemaal goed. Misschien had ik eerst moeten afwachten. Desalniettemin, we hebben wel een potje gespeeld in het team. En dat is wel goed natuurlijk. We doen trouwens met iedereen 2 potjes. Dus zometeen verlaat ik het weer. En dan gaan we met andere spelers. Met andere spelers spelen. Maar helaas niet gewonnen. Dus geen donaties. Oké, nu moeten we even iets beter spelen. We moeten tegen een andere Willow en een andere Mortis. Oké. Ja, oh, dat was nice. Dat was een trickshot. Oké, dat was nice gedaan. Ja, dat was mooi. Hij schoot via die bumper. Dat is altijd nice als dat lukt. Oké, moet hier even uitkijken. Gaat hij meer zo scoren? Oh nee, net niet. Net niet dit keer. Maar dat is wel nice. Dus via die bumper en dan vervolgens via die zijkant kan je gewoon scoren. Oké, kunnen nu... Oh nee, geen Willow hebben. Ik zal die bal eventjes wegschieten. Boom! Oh, dat ging niet helemaal zoals plan. Ik wou hem daar even om de hoek wegschieten. Ja, dat was mooi. Dat was mooi. Oké, kunnen we even kijken of we hier nu een kill kunnen maken. Oh, donders. Die doet echt zoveel damage, jongen, die RT. Dat blijf ik irritant vinden, gewoon. Maar hij is nu wel dood. Met een beetje mazzel kan hij gescoord worden. Nee. Maar nu gaan we wel even goed spelen als mooi te zijn. Ik ga nu kills maken, jongen. Oké, hier eventjes heen. En dan kunnen we hier nu scoren. Jawel! Hoppa! Desalniettemin, wel een goal gemaakt. En dan moeten we nog 1 potje spelen in het team. En dan hebben we die opdracht ook voltooid. Krijgen we nog credits erbij? Nee. Dat is weer jammer. Trouwens, die krachtpunten kunnen we ondertussen wel claimen. Want ik heb net wat krachtpunten uitgegeven. Dus die hebben we er ook bij. We willen even die Chroma credits claimen. Bij Isaac en Pandiborn Pro, dank jullie wel voor joinen. Ik ga jullie er nu wel uitzetten, want we gaan met nieuwe spelers spelen. We zijn met Justin NL. Die was aan het begin van de video ook al gejoined. Maar die kon toen niet spelen, omdat hij volgens mij de uitdaging al had gedaan. En we zijn met Infinity, yo. Dus we gaan gewoon even met dit team spelen. En dan gaan we eens kijken of we weer kunnen winnen. Maar hoe dan ook, de opdrachtspul in het team, die gaan we sowieso voltooien. Dus dat is mooi. Joran, ik kijk elke dag je video's en ik ga zelfs nog jouw video bekijken van Haaland de Sloper. En respect naar jou dat je elke dag uploadt. Dankjewel, Daan. Oh nee, Dean. Zo moet je denk ik zeggen. Dankjewel. Leuk om te lezen. Ja, op dit moment is er een Haaland de Sloper online gekomen. Nou, op dit moment, iets meer dan een uur geleden. Natuurlijk mijn serie op FIFA Bounce, voor degene die dat nog niet wist. Oké, ik ga hier even een kill maken. Dank u. En dan gaan we hier wel even scoren. Ja, oh no! Ik dacht dat ik hem via de zijkant had. Oké, dat was een beetje mijn fout. Die had ik moeten scoren. Ja, ik kan niet... Ja, in principe kan ik altijd scoren, maar dit was wel echt slecht. Ja. Oké, een tik kunnen we nu hebben. Ik zal even de super aanzetten. Oh, nu ga ik bijna dood. En ik heb uiteindelijk niet gescoord. Justin NL doet dat gelukkig wel. Ik heb wel bijna weer mijn super, dus dat is wel lekker. Oh, dat was een goede super. Oh, Justin. Lekker, man. Dat was echt nice gedaan. En gaat hij nu al scoren? Ik denk het wel. Ja, hoor, lekker. Oh, dat was echt een super super. Piet uit Broek doneert 1 euro. Piet uit Broek, dankjewel jongen. Voor je donatie. Maar we hebben gewonnen en we hebben de opdracht voltooid. Dus dat is ook mooi. Maar ja, ik had beloofd dat ik met iedereen 2 potjes zou doen. Dus we doen gewoon nog een potje. We doen nog een potje. Please, speel weer Pet Simulator X. I'm begging.
Nou ja, ik ga niks beloven. De Aaron die vraagt dat in de chat. Ik heb natuurlijk Pet Simulator een paar keer gespeeld. Maar ik weet niet. Het is niet een spel wat ik denk ik echt gewoon dik ga no-life of zo. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Daarvoor is het niet helemaal mijn spel. Oké, die Leon. Ja, even hier uitkijken. Ik denk dat hij nu wel gescoord kan worden. En oké, ja, nu kan hij gescoord worden. Ja, dat had gekund. Maar oké, kan nog steeds. Justin gaat hier wel scoren. Let's go! En dat betekent dat we 1-0 voor staan. Plus, ik heb mijn super nog. En dat is altijd het chill als Mortis. Ik wil eigenlijk alleen even dat ik erin kan duiken. Dus nu in één keer. Boets! Oké, nice. Oh, donder! Die Leon die was onzichtbaar. Oké, dat is een beetje balen. Kan ik dit nog verdedigen? Oké, dat scheelde niet veel. In één keer was die Leon daar vandoor. Die zag ik ook niet helemaal aankomen. Oké, we kunnen even kijken of we hier misschien kunnen scoren. Zou dat lukken? Boom! Oh, bijna. Dat is wel een mooie trickshot als die wel lukt. Oké, dat is weer een kill. Die Tara doet alleen wel irritant. En alsnog scoort Justin alweer. Justin met veel goals. Ja, dat sowieso. Dan hebben we toch 7 kills gemaakt. Ja, dit potje ging al een stuk beter als het potje hiervoor met Mortis. Maar dat betekent dat we in principe de meeste opdrachten voor vandaag hebben gehaald. Trouwens, ik heb hier ook nog allemaal rewards. 200 credits die we hier nog kunnen verzamelen. Dat is nice. Ik zie trouwens ondertussen ook nog een donatie van Fik. Die doneert gewoon 10 euro. Je bent de beste, Joran. Bows Army. Dankjewel, Fik. Altijd leuk om te horen. Maar ik ben niet de beste. Er zijn een hoop die beter zijn. Dus dat is, het is niet helemaal waar. Maar wel bedankt. Maar dit zijn dus ook nog allemaal rewards die we hier kunnen claimen. En hier krijgen we nog eens 120 erbij. Hier krijgen we nog een keer 200, 200. En bij de 10.000 krijgen we gewoon 920 bling in één keer. Oh nee, credits zijn dat. Maar we krijgen nu in ieder geval hier 60 chrome credits. Dus dan zitten we op de 260. Dus dat is mooi. Plus al deze rewards hier nog. Dus we krijgen nog coins erbij. We krijgen nog een keer 150 krachtpunten erbij. Dus hebben we op dit moment exact 4000. 250 coins. En 200 credits erbij. Dus we zitten al bijna op de 1000 credits. Dus we gaan echt heel hard. We zitten op dit moment op de helft van de komende legendarische knokker op mijn account. Hoe nice is dat? For pain and for glory. En dan moet ik eigenlijk ervoor zorgen dat we hier wat verder komen. Ja, bij de 10.000 trofee krijg je in één keer 900 erbij. Dus dat gaat sowieso goed komen. En hier krijgen we de 95. Ik denk dat ik de komende tijd gewoon elke dag even de dagelijkse opdrachten ga doen. Zodat we hier allemaal credits kunnen verzamelen. En dan moet het haast wel zo zijn dat we uiteindelijk dit seizoen nog een legendarische knokker kunnen krijgen. En ik zou eventueel ook de Brawl Pass nog kunnen kopen. Want ik heb op dit moment al 134 edelstenen. En we hebben er nog 35 nodig. En dan kan ik hem kopen. Hier hebben we de 10. Hier hebben we de 20. En waar zijn de volgende? Die heb je hier bij 36. Dus als we bij Tyrus 36 zijn, zou ik de Brawl Pass eventueel kunnen kopen. Maar Justin, NL en Infinity, dank jullie wel voor het meedoen. Gingen vrij goed, dus dat is wel nice. We zijn nu met Jamie in school en Ratje 64. Dan gaan we eens kijken of we dit ook kunnen winnen. Ratje 64 heeft best wel veel trofee. Alleen Willow heeft hij een beetje aan de lage kant. Dus voor nu stel ik eventjes Willow voor. Hearing people's fears is music to my... Yo Joram, ga je ook een shortskanaal beginnen? Ik weet al een naam. Gamebow Shorts. Ja, dat is wel origineel. Nee, ik heb inderdaad af en toe shorts op mijn gewone account. Dus op Gamebows en FIFABows heb ik gewoon shorts geüpload. Het is alleen wel dat ik de laatste tijd heel druk ben, ook buiten YouTube om. Ik werk tegenwoordig nog 3 dagen als YouTuber. En in die 3 dagen probeer ik dus alle video's te maken die online komen. Dus alles wat je ziet doe ik in 3 dagen tijd. Dus ik maak in die 3 dagen ongeveer 5 video's per dag. Om zeg maar op Gamebows en FIFABows al die filmpjes te blijven uploaden. Maar daardoor heb ik wat minder tijd om ook dan allemaal shorts te maken en al die dingen eromheen. Zo zien jullie misschien ook dat ik eigenlijk niet actief ben op Insta of TikTok. Ik ben vooral bezig gewoon met het maken van YouTube video's. Vind ik ook leuker dan Insta en TikTok, om eerlijk te zijn. Dus vandaar ook een beetje. Moet even uitkijken. Kunnen jullie misschien even kills maken? Oké, kunnen hier in ieder geval even verdedigen. Dat scheelt. Ja, dan hebben we dit in ieder geval nog eventjes gehaald. Oh, het is trouwens wel chill dat die Willow al 2
van de gadgets kwijt is. Dus dat scheelt weer iets. We kunnen hier deze killen. Oh, zou dit lukken? En, oh nee, dat was zonde. Ik wou met mijn super via die muur schieten. Alsnog kan Jamie wel scoren. Dat hadden we ook kunnen doen zonder dat ik mijn super had verspild. Bink die zegt, Joram moet kal. Nee, volgens mij had ik ooit een keer beloofd dat ik kal zou gaan op het moment dat Nederland het WK zou winnen. Nou, dat is niet gebeurd. Dat was jullie enige kans geweest. Ondertussen word ik veroverd. Ik kan nu niks. Oh, nu kan ik wel weer. Dat is zo irritant, jongen. Op dat moment kan je gewoon eventjes helemaal niks. Hier even op het hoekje staan. Even levens erbij krijgen. Ik heb mijn super namelijk weer nodig. En Ratje, gaat hij daar scoren? Nee. Oh, dit gaat niet helemaal volgens plan. Oké, ik zal hem even schieten daar zo. Nou, dan kan die RC7 Cristiano Ronaldo er niet mee vandoor. Maar we staan nog steeds voor, dus dat is lekker. Ik wou net zeggen, jij gaat vast door die muur heen. Ik ben nu wel dood, maar in ieder geval daar de boel een beetje kunnen verdedigen. Ja, lekker. Jamie is cool met een goede kill. En dan moeten we eigenlijk nu eventjes gaan scoren. Eens kijken of dat gaat lukken. Dat zou mooi zijn. En gaat dat ook lukken? Kunnen we hier nu schieten? En jammer. Ja, dat is wel nice. Die bumpers zijn zo nice op die manier. En dat betekent dat we hebben gewonnen. We gaan gewoon nog een potje. Nog één potje. We gaan gewoon nog één. Met Jamie en Cole en Ratje 64 heb ik nog maar één potje gedaan. Dus doe ik sowieso met iedereen twee keer. I'm not your bog standard villain. Wat is jouw favoriete speler in voetbal? Op dit moment Haaland. Ik vind het wel echt bazengoed Haaland. Gewoon een legend. Gewoon een legend. Oké, maar nu even geconcentreerd spelen. En dan gaan we even iedereen slopen. Daarnaast ga ik... Nee, dat is niet zo handig trouwens. Ik wou ook zeggen, daarnaast ga ik nog even Clash of Clans doen. Maar er komt morgen een video online. En als ik nu dingen laat zien, dat is niet zo praktisch. Dus dan moet je in de video van morgen maar even checken. Oké, hier even een kill maken. Dank u. Ga weer even op het hoekje zitten. En dan kunnen we nu wel een kill maken. Ja, en dan kan Jamie daar scoren, denk ik. Ja, dat kan hier. Top! En dan heb ik meteen mijn super. Dus ik denk dat ik nu wel misschien dat team kan uitroeien. Moet ik wel even zorgen dat ik wat levens behoud. En dan gaan we er zo meteen naar. Oké, ik heb nu de bal. Dus dat is lekker. Gaan we hier even naartoe. En ik denk dat ik hier gewoon al zo kan scoren. Makkie! En dat betekent dat we gewoon weer een potje hebben gewonnen. En we al 50 trofeeën met de Mortis toch eventjes bij elkaar weten te krijgen. Met Jamie is cool, Ratje 64, dank jullie wel voor het joinen. Ik laat het erbij, want we kunnen nog wel doorspelen, maar op dit moment voltooi ik geen opdrachten meer. Die premieopdracht kunnen we op dit moment niet meer voltooien, omdat we op dit moment geen premie hebben. Dus dat lukt helaas niet. Qua rewards hier, voorlopig hebben we geen goede rewards meer. Dat is pas bij de 9400, dan heb je echt weer wat credits. En bij de 10.000 dan heb je er ook weer veel. Dus voorlopig kunnen we niet echt grote rewards krijgen. Dus voor nu laat ik het erbij. Binnenkort weer een nieuwe livestream of video. En dan gaan we ervoor zorgen dat we deze Leon kunnen vrijspelen. Ik denk in de eerste video of livestream gaat dat wel gebeuren. Maar ja, ik laat het erbij voor deze livestream. Ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mee niks te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen.